Een zeer goede avond, welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, worden er vaak sprookjes voorgelezen als je gaat slapen. En dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze Niet Zo Serieuze Sprookjes met mezelf, Geron de Vulf. En vandaag met een zeer goede vriendin, Sue en Soekie naast mij. En u hebt het publiek al gehoord, het is live vanuit de Pomp in Hoven. En we hebben een titel gekregen van het publiek voor het sprookje dat wij moeten verzinnen. Er was eens een Chelsea en die werd hersenchirurg. Oké, hier gaan we dan. Er was eens een Chelsea en die werd hersenchirurg. Chelsea besefte dat ze hersenchirurg kon worden op het moment dat ze de brief aankreeg en ze zei: "Oh my god, ik ben door het injengd-examen. Can't believe it." Ja, en ze begon te studeren. En Chelsea was een slimme Chelsea. En zij, na 9 jaar studeren, studeerde zij af, cum laude. Sneller dan andere mensen, want andere mensen doen er 12 jaar over om hersenchirurg te worden. Maar zij, na 9 jaar, wow. De jongste hersenchirurg ooit. Chelsea Verkaat. Ze was niet alleen de jongste hersenchirurg ooit, ze was ook de eerste hersenchirurg met blonde extensions. En een Volkswagen Polo met zo'n kappetje van achter. Een spoiler. En laknagels. Die ze voor elke operatie toch even uitdeed. En Chelsea begon carrière te maken. In heel de wereld keken ze op naar Chelsea, de jonge hersenchirurg die er heel atypisch uitzag voor een hersenchirurg. Ze schreven ook graag over haar in de kranten, omdat ze een goede alliteratie konden maken. Chelsea, chirurg, breekt nieuwe records. Chirurg Chelsea. Oh, weer een alliteratie. Tot op een dag de belangrijkste man van het land een herseninfarct kreeg. En uiteraard moest die man... Een man zijn. De belangrijkste vrouw van de wereld. De presidente van de wereld, Samantha. Kreeg een herseninfarct en uiteraard kwam zij op het bed te liggen op de operatietafel van Chelsea Verkamme. En Chelsea, die normaal gezien zo koelbloedig en heel precies kon opereren, zag plots dat het Samantha was die op tafel lag en ze dacht: "Wow, maar Samantha, dat is mijn heldin. Ik mag niet falen, ik moet echt alles super, super goed doen. Want als Samantha sterft, dan kan ik mezelf nooit vergeven," dacht Chelsea. En voor de eerste keer was Chelsea zenuwachtig. Ze had zwetende handen. En ineens besefte ze, dit is druk. Ja. Chelsea had nog nooit druk gekend. Nee, omdat ze heel haar leven was onderschat. Omdat ze Chelsea heet. Zoals andere Chelsea's constant meemaken. Ze pakte haar materiaal en begon te snijden. Ze sneed de schedel open van Samantha. Ah, riep Samantha, want Chelsea was vergeten om Samantha te verdoven. Dus rap een spuitje, wat eigenlijk de job was van een anesthesist, de Kevin. Maar ja, de Kevin was het vergeten. Dus nadat de verdoving begon te werken, begon Samantha de schedel verder open te snijden. Chelsea! Ja, Samantha die kon dat niet meer zelf. Nee. Chelsea was ook onder de indruk van de gigantische hersenpan van Samantha. Ze dacht, wauw, zoveel kronkels heb ik nog nooit gezien. Want voornamelijk opereerde Chelsea altijd mannen. En voor de eerste keer zag zij inderdaad in de vrouwenhersenen zitten veel meer kronkels. Inderdaad. Veel ingewikkelder, fijner, slimmer. Vandaar dat vrouwen eigenlijk superieure wezens zijn. Ja, ze dacht, deze amygdala is super ontwikkeld. Ja. Echt. Mooie amygdala trouwens. Ja, prachtig. En terwijl ze aan het genieten was, vergat ze eigenlijk wat ze aan het doen was. Ja. En per ongeluk schoof ze uit met haar scalpel en stak ze met de scalpel diep in de hersenen van Samantha.
Samantha had een stuiptrekking en zei... En begon spontaan langs de linkerkant van haar lip te kwijlen. Chelsea dacht, oei, ik heb de belangrijkste vrouw ter wereld een plant gemaakt. Wat moet ik nu doen? En ze deed iets wat ze nog nooit had gedaan. Hulp vragen van een man. Ze keek rond in de operatiekamer en ze zag de Kevin. En zei, Kevin, ik heb uw hulp nodig. En de Kevin zei, wat is start uw auto niet? Nee, zei Samantha. Zei Chelsea. Ik heb net mijn scalpel veel te diep gestoken en Samantha gaat er nooit meer door geraken. Kevin zei, oei, ik zal eens even kijken wat we eraan kunnen doen. Maar toen wist Chelsea het. Met een snelle beweging sneed ze de schedel open van Kevin. Stak de hersenen van Kevin in Samantha. Haalde de hersenen van Samantha in Kevin. Deed Kevin terug dicht. Kevin begon te kwijlen, maar het verschil was miniem. Deed de schedel dicht van Samantha. Samantha werd wakker en was niet meer dezelfde Samantha als vroeger. Nee. Samantha dacht plots... Ik wil anesthesist worden. Maar ja, dat ging niet meer. Nu bleek Chelsea dus de eerste te zijn ter wereld die vlot een hersentransplantatie tot een goed einde had gebracht. Ze werd geprezen door alle kranten, ook omdat ze dan weer de alliteratie Chelsea-chirurg kon gebruiken. En Chelsea werd nog beroemder dan voorheen. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Als je het brein van een Kevin in een vrouw stopt, valt dat verschil misschien niet zo hard op. Maar toch, even nog snel, een vrouw, ongeacht haar naam, kan hoge toppen schelen. Oh. Slaap lekker. Suzuki!